meterkast eigenlijk al helemaal. Ik zal even nu een mooi filmpje laten zien hoe dit tot stand is gekomen. Yes. Zo, dus dit zit erin. Ik zet een stenen muurtje in. Hebben ze ook hier deze balk vervangen. Ook rot. En dit stukje vloer. Gisteren hebben we eigenlijk niet zoveel gefilmd, maar toen hebben we... We zijn bezig met het muurtje van de meterkast. Tussen de voorraadkast en de meterkast in. Gisteren hebben we al deze dingen gedaan. En dat is voor de elektriciteit. Want we hebben ergens een wandcontactdoos. Kleine quiz. Oh, kleine quizvraag. Weet jij wat een wandcontactdoos is? Laat het weten in de comments. Dan zien we nu, in een paar seconden, het antwoord. Als ik hem kan vinden. Ik kan dat ding niet vinden. Maar in ieder geval, die komt dus hier op. Plekken waar wij stop- of elektriciteit willen. Stopcontacten, stroompunten. Dus we hebben deze nu allemaal aangebracht. Als je hier op de grond goed kijkt, zie je waar we ongeveer de keuken gaan krijgen. Zie je een kookeiland. En dan zou dus deze precies zo boven het kookeiland ook twee punten kunnen krijgen. Meerdere. Ook hier bovenin. Voor als we bijvoorbeeld de Sonos box willen ophangen. Ja, dat. En nu zijn we dus de kozijn. De meterkast aan het afmaken met de kozijnen komen er dan nog in. De kozijn van de meterkast moet wat smaller worden. Het is niet zomaar een kozijn. Dit vormpie moet hier zeg maar ook weer uit. Dat hebben we nu getekend. De moment dat het goed. Als het goed is, zou dit moeten werken. Het is toch nog wel spannend hoor. Oh kijk. Ja, dat is perfect. Het wordt zo'n mooi huis, jongens. Niet normaal. Als je hem zo recht houdt, denk je, dit is toch wat de buitenwereld ziet. Dit is wat je ziet. Nou, dat is mooi. En je moet hem gewoon niet aan de andere kant kijken. Mooi. Ik zie problemen. Ik ook niet. Kijk, dit is het eindresultaat. Perfect. Ik heb helemaal kippenvel. Zo mooi. Dan doen we even een effectje. Zit die straks hierin. Zo, meterkast zit erin. Netjes. En Thijs heeft hier ook al begonnen met de wand voor de bijkeuken. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het zagen. Ja, dat kon ik wel raden. Oké, vertel even, wat heb je allemaal gedaan? Want ik kan naar buiten kijken. Zit glas in? Niet gedaan hoor, maar ik heb wel de glas zitten benaderd om het te willen doen. Hey, heel fijn. Dan sta ik één. Isolatie er een beetje in. Nou, alles vol gedaan. Hierin komt natuurlijk de keuken. Hier hebben we ongeveer de keuken ook afgetekend. Dat kan je wel heel leuk zien. En het geval is, hier tegenaan, glas hout in zijn isolatie. Dus het is lekker geïsoleerd. Maar er is natuurlijk ook stopcontact in de keuken. Dus we hebben bedacht, we hebben de 2x3 ook al wat verder gezet, zodat we meer ruimte kunnen creëren. En hierop komt nog een plaat hout van 8 en gips. Dan zitten we ongeveer op 5 centimeter. En dan kunnen we net een stopcontactje erin vroemelen. Dan krijgen we een stroompuntje aan deze kant en daar ook. Top. En dat moet nog dicht daarboven zeker? Sorry? Ja, ik kan daar naar buiten kijken. Waar? Daarboven. Dat moet nog dicht. Als je naar buiten kan kijken, dan moet je nog. Ja, oké. Okay. En hier is ook iets veranderd, toch? De wanden dichtgezet al. Elektricien schiet hier allemaal flex in het plafond. Het is voorbedraad pijp eigenlijk. Ideaal. Je kan het er overal heen trekken. Nu zie je alleen het overal in de wanden. Er zit nog nergens een stopcontact of een gat in. Al die latjes die ik gemaakt heb, die zijn weg. Ja. Die wandstopcontactdozen, zitten die er wel achteral? Nee, die zitten er nog niet. Die paar doen we dus later. We doen dus de laser neer. En dan hebben we alles op één lijn. En dan boren we overal de gaten die we waar willen hebben. Zodat je alles op exact dezelfde hoogte hebt. Ja, dit is dicht. Die is dicht. Wel mooi, want het is nu meteen een huis. Een bijkeukentje. Een bijkeukentje is ook helemaal geïsoleerd en gedaan. Ja. En boven hoor ik iemand boren. Doe jij even in je handen klappen, dan zijn we weer boven. En we zijn boven! We zijn niet alleen! Ik word helemaal zenuwachtig hier. Hier is de ketel aan het plaatsen, dat wilde ik even laten weten.
Goedemorgen jongens. Doet hij het goed, Matthijs? Tekort nog. Hij zei net al, ik vind het best spannend. Dus ja. Straks is het tekort. Nou, ja, knipt hem af en dan mis je gewoon 4 meter. Nou, we zijn weer bezig. Gaat het goed? Ja, Kido is bezig. Wij kijken hoe Kido aan het werk is. Zinken kraallijsten. Eigenlijk dat wat er bovenop zit. Maar dan wordt het bij ons zink. Oh, dat is ook zink? Dat is oud zink. Dat is nieuw zink. Ja, maar dit ziet er toch anders uit? Ja, dit ziet er mooier uit. Nou, ik ga ook even van boven. Kijk, doen we even zo, dan sta ik opeens boven. Oh, yo. Nou, dus dit is hij aan het doen. Hij was net aan het vertellen dat hij het heel spannend vond, want dat is de eerste keer. Mooi dat wij zo'n stageplek voor deze jongen hebben kunnen regelen. Leuk, ja. Hij is er ook heel blij mee. Hij zegt ook, oh wat leuk, ik kan hier eindelijk allemaal alles proberen en doen. Dus kijken of het gewoon goed gaat of niet. Zo niet, ja, dan zien we het volgende keer wel. Ja. Misschien is het ook toch weer mis. Kijk maar dit soort dingen. Het is gewoon... Ja, alleen maar heel mooi. Ik ben gewoon heel blij en ja, zijn moeder is ook blij, want ja, dan is het... Oh, daar gaat hij. Even spannend. Even vertellen wat wij aan het doen zijn. Ik heb het dus niet vastgelegd, maar je gelooft het of niet. Ik heb deze dingetjes erin gezet. Ik heb zelfs gezaagd met een beest van een apparaat. En waarom hebben we dit ook weer gedaan? Anders kwam je niet uit en krijg je een gek hoekje. Omdat er nog gips en gestuurd wordt. Dus daarom hebben we iets naar voren gebracht. Dan krijg je geen gek hoekje. En we zijn hier dus de wc en het washok aan het uitzetten. Want ik weet niet of we dat al verteld hebben aan onze kijkertjes. De wachtkamer komt toch hier, niet daar. Het hele eerste video is allemaal onzin. Ik ben er nog steeds niet mee eens. Wel en ik. Ik ben de baas. We gaan dus daar geen badkamer meer doen. Die komt gewoon weer op de oude plek. En er komen dan wel kastenwanden tussen die twee slaapkamers in. Maar daardoor wordt het dus geen washok meer. Moet daar nu een washok gecreëerd worden, iets kleiner. Kijk, hiermee heb ik dus gewoon net gezaagd. Mooi, hè? Hop. Kijk. Mega mooi. Hij is opeens op een muur. Mooi, hè? Kijk. Mooi, want hier zit lekker alle elektra erin geknapt. Ja, en daardoor kan je weer verder. Dus. En hier heeft hij het ook weer tevoorschijn gehaald. Ja. Lekker bezig. Goedenavond, vader. Hier is hij. Wat we aan het doen zijn bij keuken. We hebben net hier allemaal hout gemaakt. Hier ook. Nu zijn we deze aan het doen. Ik moet daar heb hier isolatiemateriaal in gedaan. Thijs had allemaal dit al gedaan. Omdat volgende week de vloerverwarming komt. Ja, moet allemaal zeg maar daar zitten. Dat ook omdat er beton gestort is. Dat moet overal gelijk zijn. De cementdekvloeren. Ja, dat. En hier zit het dus allemaal al. Maar ja, daar nog niet. En nu kwam het moment dat ik dacht, mijn vader, dit is een goed moment om even vast te leggen. Want... Ik ga zagen. Die verbeerzaag. Die valszaag. Ah, ja, dit apparaat. Twee dingen die belangrijk zijn. Hier zit een geleider in. Die komt overeen met deze. Om hem aan te zetten, moet die omhoog. En hier de knopje in. Dan zet je hem zo. Zet hem aan. Kan ik even naar de andere kant staan? Eerst omhoog. Omhoog. Eerst omhoog. Nee, dat groen omhoog Lekker. Drukken. Nee. Nee. Aanzetten. Ah, je toe! Kijken of hij wel past, zou denken. En dat we het goed hebben uitgemeten, want hij steekt hier een beetje uit. Maar niks is minder waar. Wow. Hier komt namelijk ook nog een plaat tegenaan. En als het goed is, zit het dan gelijk. Dus, netjes. Ik doe gewoon weer even... Vraag wordt de vloer gewoon gelegd. We zijn alweer een tijdje bezig. De oude vloer, die gaat eruit. Heel mooi.